Gelukkig, we kunnen met z'n allen weer lekker trainen. Dit is dan ook het perfecte moment om eens wat dieper te duiken in verschillende aspecten van trainingsleer. Vandaag gaan we het hebben over het belang van rust. Ik denk dat iedereen wel bekend is met het advies om een dag tussen je intensieve trainingen te laten zitten. Nu hebben we de kans om eens goed toe te lichten waarom dit nu precies het geval is. Het heeft allemaal te maken met de mechanismen die het herstel na een training regelen. Het menselijk lichaam is gemaakt om iedere dag te bewegen, maar niet om iedere dag intensief te sporten. Deze grafiek geeft in grote lijnen aan wat er gebeurt met je prestatie rondom een training. We kunnen hierin vier stadia onderscheiden. Tijdens de training daalt de prestatie constant. Dit hebben jullie ongetwijfeld allemaal wel eens gemerkt. Een goede training is daarom op een gegeven moment klaar. Je bent dan gewoon op. Vanaf dat moment start het herstelproces. Het duurt gemiddeld zo'n 48 uur voordat de prestatie weer terug is op het beginniveau. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Omdat je lichaam zo druk bezig is met het herstel, blijft de prestatie nog even stijgen, tot een hoger niveau dan waar je begon. Dit fenomeen heet supercompensatie. Na verloop van tijd neemt de prestatie langzaam weer ietsjes af, tot het uiteindelijk terugkomt bij het beginniveau. Gemiddeld genomen is dit na ongeveer 96 uur. Fysieke vooruitgang draait allemaal om overbelasting, maar wel op de juiste manier. Als je bijvoorbeeld te snel na je vorige krachttraining dezelfde spiergroepen aanpakt, hebben ze geen tijd gehad om volledig te herstellen. Dit heeft non-functionele overbelasting tot gevolg, wat op de lange termijn je prestatie juist doet afnemen. Als je jouw volgende training goed timed en gebruik maakt van supercompensatie, is er sprake van functionele overbelasting. Dit leidt op de lange termijn juist tot een toename van prestatie. Het advies is daarom als volgt. Doe jouw intensieve trainingen tussen de 2 en 4 dagen na de vorige. Zo kun je voldoende herstellen en kun je gebruik maken van supercompensatie om stappen vooruit te zetten. Maar natuurlijk hoef je in de tussentijd niet stil te zitten. Je rustdagen zijn een uitgelezen kans om eens wat andere type beweging uit te proberen. Zo kan een minder intensieve yogales het herstel juist bevorderen en kun je bijvoorbeeld met stretchingoefeningen de spieren lekker losmaken. Dus, welke lessen ga jij de komende tijd uitproberen? Laat het ons weten en dan zien we je in de volgende video. Blijf gezond en tot snel!